Hey, mijn naam is Ilias, ik ben op mijn studentenkot en vandaag ga ik je vertellen hoe ik mij beter in mijn vel ben beginnen voelen en hoe dat mij heeft geholpen om over mijn zorgen te kunnen praten met andere mensen. Ja. 1. Praat met iemand die je goed kent. Het maakt niet uit wie je vertrouwenspersoon is, zolang je maar weet dat die persoon het oprecht goed met je voor heeft. Hoe weet je of je deze persoon kan vertrouwen? Tast eerst de reactie af en als die persoon dan meer vragen begint te stellen, kun je verder vertellen over je verhaal. Deze vertrouwenspersoon kan iemand dicht bij jou zijn, zoals je oma, je opvoeder, broer, vriend, leerkracht of psycholoog op school. Vraag af en toe of het oké is om je verhaal te vertellen. Sommige mensen brengen namelijk in een moeilijke positie, zoals bijvoorbeeld je tante die een geheim niet kan verbergen voor jouw mama. Puntje 2. Praten met iemand die je niet kent. Als je bang bent dat iemand je verhaal doorvertelt, kun je altijd terecht bij een psycholoog of een huisarts. Die hebben namelijk zwijgplicht. In je buurt kun je ook altijd een organisatie opzoeken die jou kan helpen, zoals bijvoorbeeld het JAK, Theohuis of Overkophuis. Vind je het moeilijk om hier echt met iemand te praten, of wil je liever dat de mensen niet weten wie je bent, dan kun je altijd chatten, mailen of bellen naar AWEL. Durf te vertellen waarmee je dwars zit. Dit kan voor velen een moeilijke stap zijn, maar je bent niet de enige. Probeer voor jezelf tijd te nemen en verschillende manieren te vinden om opener te zijn over je emoties. Je kunt je gevoelens bijvoorbeeld neerschrijven en dit kan makkelijker zijn om later hulp te zoeken bij andere mensen. Via sociale media is het voor mij persoonlijk gemakkelijker om opener te zijn over mijn emoties, omdat ik op die manier altijd ontdek dat er nog meer mensen zijn met dezelfde problemen en we daar opener over kunnen praten. Nog een persoonlijke tip van mij. Sport en gezonde voeding hebben mij geholpen om mij in mijn hoofd ook beter te voelen en ook meer zelfvertrouwen te hebben, om opener te zijn over mijn emoties. Meesterwerk. Dit waren mijn tips. Ik hoop dat jullie daarbij hebben kunnen helpen. Abonneer op het Wat Wat YouTube-kanaal en heel veel succes. Tot ziens.